Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Elisabeth Nathans van Duren, geboren in Amsterdam op 7 september 1887. Mei 1940 woonde Elisabeth met haar man, dochter en drie zonen aan de Nieuwstad 22 in Arnhem. Haar man, Marcus Nathans, overleed op 22 april 1942 in Arnhem. Dochter en drie zonen overleefden de Tweede Wereldoorlog. Elisabeth Nathans van Duren overlijdt op 22 oktober 1942 in Auschwitz. Zij bereikte de leeftijd van 55 jaar.